Op de trappen van het stadhuis komen we Jimmy Belmartin tegen. Maar Jimmy Belmartin heet eigenlijk... Sila van Bessie. Ja. Maar hoe kom je aan die artiestennaam Belmartin? Nou, het is een kort verhaal. Toen ik voor het eerst cd's begon op te nemen, of platen waren het toen, waren mijn ouders al heel vroeg gescheiden. En omdat ik van ze allebei houd, dacht ik van, ik moet allebei de namen gebruiken. En zijn opgekomen op, mijn moeder heet Jubel, Jubelina voluit. Heb ik de Bel genomen en mijn vader Martinez, dus Bel Martin. Ja. Jimmy, je bent je hele leven eigenlijk al bezig met muziek, hè? Ja, ik zing, ik ben gek van zingen en ik word wakker zingend. Ja. Dus ja, zingen is mijn leven. Ja. En zit dat in de familie, heb je dat overgenomen of zit dat gewoon helemaal in je eigen genen? Het zit een beetje bij mijn vader, denk ik. Maar ja, ik heb mijn vader niet lang meegemaakt. Maar die momenten wat we samen hadden, was in de entertainment gebeuren eigenlijk. Ja. Hij bracht me al heel vroeg naar Carlton in Eindhoven. Voor de ouderen die kennen dat. En daar werd ook heel veel talentenshows gedaan. Ja. Hij hoorde natuurlijk dat ik kon zingen. En je hebt ook bij verschillende groepen gezeten, hè? Och, niet op te noemen. Noem het toch maar eens een paar. Nou, laten we beginnen met de eerste band, want dat vinden mensen wel leuk. Dat is de 5J's. Ze heet natuurlijk eerst anders, maar we hebben omgedoopt in Jerry, Jozef, Juan, Jimmy en Jack. Ja. En waren jullie meteen succesvol? Ja. Dat wel, ja. Maar om te zeggen dat het door mij komt... Nou ja, je hebt natuurlijk je bijdrage geleverd. Ja, ik moet wel zeggen dat we waren natuurlijk opvallend. We vielen op. Ja. Goed, die carrière die begon een redelijke wending te krijgen. Je werd steeds populairder. Maar toen kwam er een kink in de kabel, want je moest voor je zieke moeder zorgen. Ja, mijn moeder woonde bij mij daarnaast. Ik had 150 shows. En maar toen kon ik het niet meer doen. Maar ik had altijd al... beloofd voor mezelf dat ik me voor mijn moeder ging zorgen. Dus het ergste was dat de rest van de band de WW in moet. Ja. Dat vond ik eigenlijk het ergste. En ik dacht, ach, dat pik ik zo weer op. Maar het heeft heel lang geduurd. Ja. Maar toch, je hebt al met heel veel bekende mensen opgetreden, hè? Jawel, ik heb van Percy Sledd tot, noem ze maar op, buiten de Nederlandse scene natuurlijk. Maar ja, ik was ik was wel een muzikant, maar ik heb andere dingen die belangrijk waren op dat moment. En zingen, ja, kan ik toch wel. En ik word blij als ik zelf zing. Ik had niemand nodig. Nee. En dan komt ineens de Voice Senior op jouw pad en de oorzaak zijn je kleinkinderen. Nou, mijn kleindochter, Eva, die was op een feestje en die zei, opa, je moet meedoen met The Voice. Want dan kun je een auto winnen. Want ik wil een auto. Dan ben ik 11 en dan bewaren we die auto tot... Ik zei, Eva, je wint geen auto. En buiten dat, vul jij die brieven maar in. Want opa weet het allemaal niet. Ja. Dus een beetje spelenderwijs zijn we zo erin gerold. Tot op het moment dat Talpa zelf belt. Ja. En zegt van of ik er zin had en blablabla. En toen moesten we het met de familie even bespreken natuurlijk. Want kijk, het is, als je wint, als het goed gaat, dan is het Hosanna, hè. Maar als het niet goed gaat, ja, wie vangt die kinderen op? Dan heb ik uitgelegd aan mijn kleinkinderen, of in ieder geval aan Eva. Eva, luister, opa wil meedoen, maar die stoelen kunnen ook niet gedraaid worden. Weet je dat? Ja, nee, die draaien ze in no time. En daar hebben ze gelijk in gekregen, ja. Want je had twee tonen gezongen en alle vier de stoelen draaiden om, ja, hè? Ja, daar ben ik natuurlijk blij om. En echt, als ik zeg meer voor hun, dat klinkt heel ongeloofwaardig. Maar tuurlijk, ik zing en hoop natuurlijk dat die stoelen gedraaid worden. Ja. Maar ik dacht, als die niet gedraaid is, ja, ik weet dat dat kan gebeuren. Maar die kinderen toch niet. Ja. Maar goed, dat gebeurde meteen binnen 2 seconden. Ja, en sindsdien staat jouw leven natuurlijk compleet op zijn kop. Ja, fantastisch hoor.
mensen die je aanspreken. Maar dat, ik herken dat al heel lang, van eerdere periodes in mijn leven. Maar ik geniet ervan, hoor, want ik heb goed werk. Ik zeg tegen mijn vrouw, moet luisteren, dan gaan dadelijk misschien dingen veranderen. Dus we moeten weer een balans vinden in al die dingen die op je pad komen. Ja. Maar goed, we zijn nog niet klaar, hè, met de Voice Senior. Vrijdag wordt de grote dag. Dan sta je min of meer in de halve finale met 8 kandidaten. En daar blijven er uiteindelijk 4 van over. Hè. En hoe gaat het dan verder? Nou, die 4, waar ik hoop dat ik bij zit natuurlijk, er zit een grote kans. Die gaan dan naar de late night show van Twan. Ja. En daar wordt uitgelegd hoe je moet stemmen. Ja. Kandidaten krijgen waarschijnlijk een nummer, ik weet het niet. Ja. Ik laat het gewoon gebeuren. Ja. We zijn met de hele familie. Dus, en een stel collega's van mijn vrouw, allemaal fans. Ja. Dus dat was toch sowieso gezellig. Dus ik bedoel, en 2 miljoen mensen hebben jou gezien. Ja. Dat is toch wonderbaarlijk, weet je. Je hebt niet in het nummer Is a Man's World, is al meer dan 500.000 geliked. Dat kun je toch niet voorstellen? Nee. Je weet dat het veel is. Toch ook een kwestie van talent, Jimmy? Ja, en geluk hoor. Met talent alleen kom je er niet. Je moet het willen. Je moet het willen en je moet ervoor gaan. Maar of we winnen of niet, we sluiten het mooi af. Zaterdag eerst in Paradiso. Een mooi concert geven. En dan zondag hebben we een gathering met de familie. Ja. Om het goed af te sluiten. En een nieuwe begin maken met wat er gaat komen natuurlijk. It's a man's world, what it's a Jimmy's world? It's everybody's world. But it would be nothing without a woman, a girl, or a lady.